voorzichtig reden tot feest vieren. Zijn de woorden van SLM-directeur Paul de Haan in verband met 59 jaar Suriname Airways vandaag 30 augustus. De redenen zitten in volle vluchten naar Amsterdam en Miami die hoop geven op een goede toekomst. Het niet hebben van een eigen vloot is een bewuste keus, zegt de Haan. Op een gegeven moment moet je ervoor gaan kiezen, wat gaan we doen? Gaan we met eigen vliegtuigen verder, terwijl we nog niet precies weten hoe vaak willen we waar naartoe gaan vliegen? Of doen we een pas op de plaats en gaan we vliegtuigen inhuren, wat een hele dure exercitie is. Maar dat geeft ons wel de kans om te kijken, hoe ziet onze toekomst eruit? Waar willen we gaan vliegen? Hoe vaak willen we daarop gaan vliegen? En dat is een exercitie die is nu bijna afgerond. En we zijn nu ook weer hard bezig met het verkrijgen van eigen vliegtuigen in de vloot. En hoe ver zijn we daarmee? Heel ver. Hoe ver is heel ver? Daar hoop ik op zeer korte termijn meer over te kunnen vertellen. En bedoelt u daarmee dat we een eigen vliegtuig weer gaan aankopen? Aankopen, dat lijkt me in de situatie van SLM niet de juiste weg. Maar een lease tegen de juiste voorwaarden, gesloten tussen de juiste partijen, dat is echt iets waar we heel dichtbij zijn. De SLM bevindt zich nog steeds in financieel zwaar weer, zegt de Haan. In april gaf Suriname Airways de Bird of the Green Paradise, die de Mid-Atlantische route onderhield, vervroegd terug aan Boeing. De gesprekken voor het afbetalen van dit vliegtuig zijn nog gaande. Voor wat de toekomst betreft is de SLM bezig om naast Europa en de VS ook regelmatige bestemmingen met het Caribisch gebied en Brazilië te bewerkstelligen. Omtrent de komst van American Airlines zegt de SLM-topman het volgende. American Airlines komt hier niet naartoe omdat er niks te halen is. Er is iets te halen, anders zouden ze hier niet komen. En ik geloof erin dat de taart moet verdeeld worden en wij moeten vechten voor ons eigen stukje van de taart. En de pandemie die heeft een enorme klap gegeven aan toerisme en dus sowieso ook de SLM. Hoe is de SLM daar doorheen gekomen? Nou, we zitten er nog steeds middenin in de pandemie. Het heeft ons hard geraakt. Maar met de betrokken ministers, Volksgezondheid, TCT, zijn we toch aan het kijken hoe kunnen we bepaalde groepen mensen weer welkom heten hier in Suriname. En het is nu dus, we zijn vol aan het inzetten op volledige gevaccineerden die dus met minder restricties heen en weer mogen reizen. En dat helpt ons enorm. En de SLM heeft ook dochterondernemingen. We denken aan de catering en aan de meds. Hoe staat het met die ondernemingen? De catering die wordt natuurlijk ook hard geraakt, want als er minder gevlogen wordt, worden er ook minder vliegtuigmaaltijden besteld. En hetzelfde geldt voor Surair Cargo en Surair Ground Services. Als er minder gevlogen wordt, dan wordt er minder omzet gedraaid. En voor de mets is het natuurlijk helemaal een zeer zware tijd. Met bijna geen toeristen hebben die het heel erg zwaar. En hoe gaat het dan daar? Daar gaat het ook onveranderd, gaat het gewoon slecht. Maar we moeten de blik op de toekomst zetten. En als we blijven wachten, dan gebeurt er niks. Dus we zijn wel aan het klaarstomen voor de toekomst. De Haan besluit met een oproep aan Suriname en Surinamers om te blijven vliegen met de National Carrier.